Hey, maar als je nou gaat schaatsen, hè? Ja. Onder dat pak, hè? Heb je daar nog iets onderaan? Yo! Kom eraan, man. Zie je zo. Yes. Jazeker, we gaan even knallen, hè? Hallo, hoe is het? Lekker de airco. Lekker, het is warm hier is normaal. Hi. Ja, goddelom, hè? Goddelom. Ja, kom goed, ik zie je zo. Hey, leuk dat je er bent. Ja. Ja, en wat te eind, hè, rijden. Waar moest je vandaan komen? Apeldoorn. Oh ja, dan is het wel een stukje. Ja, maar ik kon zeg maar via Lelystad, maar ik vind het zo kut. Ja, die dijk. Oh man. Maar dan kan je ook niet, nou ja, jij met je auto kan je hem wel inhalen. Ja, maar ik ga maar gewoon via Amsterdam. Ja. Beter, want dan moet je elke keer die rotondes en zo. Ja, dat is een irritant stukje. Ja. Mooi hier, niet of niet. Heb jij een route? Want, wat dan, waar wil je heen? Nou, maar langs mijn andere huis. Andere huis, nou dat klinkt heel raar. Wat dan? Nou, we gaan een nieuw huis bouwen. Ja, weet ik. Die was toch, oh, dat weet jij. Die was toch, was iets mee gebeurd, hier, toch? Ga maar hier rechts. Nee. Of was je, of wilde iemand meer gewoon op nee, er stond op internet een domper voor Irene Schouten. Ja, ja. Omdat het huis om moet. Maar dat, toen wij het kochten was dat al plan 1, zeg ja, maar. Tuurlijk. Dat het huis om moest. Ik heb daar een watertje voor je. Als je het oh, top. Dat wist jij wel. Nou, wat dacht je, waar kom ik terecht? Ja man, moet ik daarheen? Ja, ga maar hier. Want dit is wel... Ja, dit is... Ja. Kijk hier gek, lijkt Arnhem wel. Arnhem-Zuid is dat. Iedereen kwam gewoon naar Arnhem-Zuid. En wij net getrouwd, hè? Ja. Oh, heb je al spijt? Nee, het is... Leuk ja, toch? Ja, en eigenlijk is er niks veranderd. Ben je trouwens getrouwd? Ik wel. Ja, al een paar keer. Nee. Oh, nee. Nee, maar met Melissa. Nee, ben niet. Ga je maar rechts trouwens? Oh, hier rechts. Ik was getrouwd met Melissa, maar ik moest scheiden. Omdat er andere exen en zo, die wilden allemaal geld en dit en dat. Ja, dus ben ik gescheiden. Maar wij zijn al 12 jaar bij elkaar nu. Ik denk dat ik nou 2 weken monogaam ben of zo. Dat is goed voor mij, hè? Ja, ja. Laat volhouden. 2 weken, dat is niet normaal. Ik was 2 weken ziek, daarom. Nee, maar hoe voelt dat getrouwd zijn? Leuk? Ja, nou... Het is eigenlijk verandert natuurlijk. Nee, nee, verandert. Je hebt gewoon een feest en je zuip je helemaal klem in. Ja. Met familie. Ja. Leuk. Wel en, mooi, ik heb wel gezien. Ja, ja heb je gezien? Ja, op YouTube stond ja, het. Ja, klopt. Ja, geweldig feest. En het enige wat ik een beetje... Ik noem hem nu zeg maar mijn man. Ja. En dat vind ik zo volwassen klinken. Ja? Voel je je dan oud al? Ja, ik voel me heel oud. Maar je bent nog jong. Ja, ik merk wel dat ik wat ouder word. Ja? Ja. Waaraan? Mensen zeggen u tegen mij. Nee! Ja. Echt niet? Jawel. Oh, dat vind ik wel raar, ja. Ja. U. U. Ik denk gewoon wat een klein meisje is het eigenlijk. Ja, een lief klein meisje. Zo, die is, dat is ja, ook een ja, schaatser. Zie je? Dat is ook een schaatser, kijk dan. Godsamme, ik ben helemaal reet. Dat je raam niet open hebt. Nee, doe ik niet. Dat mag niet meer, hè. Dan klagen ze je gelijk aan. Je mag niks meer zeggen tegenwoordig. Nee, echt helemaal niks. Nee, maar vertel, dus ze zeggen nu, je voelt je man en dat vind je dat vind ik, ja, het. Heel volwassen klinken. Ja. Dit is de woning... Van jullie? Ja, die gaat om. Oh, die gaat eraf? Ja. Oh, dat is, ja, dat is wel beter. Ja, je ziet het niet, hè. Zo. Ja, alleen de gemeente duurt nog heel... Dat duurt zo lang. En dan denk ik... Gemeente, je wilt toch dat er wat knaps op staat? Zo stom, hè? Het aanzicht voor de buurt ook. Ja. Moet toch wat moois. Er staat wel een oud wrak daar, die moet eraf en dan... Ja. Ja. Dat is toch zo? Dat is toch beter voor iedereen? Mm-hmm. Dus en wanneer beginnen jullie? Dit is ook een mooi huisje, man. Ja, zeker. Hiernaast woont mijn zus. Oh ja? Ja. Een familie dicht bij elkaar. Allemaal dicht in de buurt? Ja. Oh, die is wat iets rijker gedeeld, hè? Ja, dat is het. Dit ziet er even wat beter uit. Ja, jouw zus heeft een rijke man aan haar geslagen. Ja, goeie.
Ik klop. Ja, mooi toch? Ja. Dit zijn en de rest ook nog je broertje? Ook, je hebt een broertje, ja, hoor. Ja, twee. Maar je doet eentje schaats? De schaatste. Jij ja, vroeger, ja? En, maar zij hebben nu het bedrijf, mijn vader had een bolletbedrijf. Ja. En die hebben zij met z'n twee zelf gedaan. Oké. En je hebt daar ook gewerkt, toch? In die bollen. Heb jij wel eens in de bollen gewerkt? Ik heb... Heb jij vroeger wel eens bijbaantjes gehad? Ik heb... één keer moest ik bij Blokken, moest ik zo... Ik zat achter het magazijn, moest ik zo'n bankje in elkaar zetten. Daar heb ik de hele week over gedaan, ik kon helemaal niks van. Ik denk nu rustig aan, anders moet ik nog andere dingen gaan doen. Nou. Ja, dat moest ik doen voor school. Maar ja, ik was bijna op school hoor. Maar dan moest ik stage lopen, want ik deed... ik wil iets in de handel doen. Kleding en zo. En toen moest ik daar bij Blokker een beetje verkoopdingen leren. Maar dat was niet voor mij. En jij, heb jij op school gezeten? Ik heb op school gezeten, HAVO. Oh, weet je? Ja, daarna HBO-opleiding gedaan. Geprobeerd, nee. Maar je kon het niet combineren met sporten. Nee, veel trainen, hè? Ja, ik als schaatsers train je heel veel. Ja. En heel vaak, ik zeg mensen wel eens, ja, je kan toch wel even een training overslaan. Mm. Maar dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Nee. Dus dat moet elke dag moest jij dan trainen, ja, hè? Ja. En dan veel, jij zou wel heel sterke knieën hebben ook, hè? Omdat je heel vaak gebogen staat, toch? Ja, nou ja, vooral gewoon boven. Nee, dat bedoelde ik. Ik zeg jou weer kijken. Nee, ik bedoel toch je balans en zo. Ja. Jij kijk, dat klonk heel raar, maar ik meen dit echt. Want omdat je heel veel af moet zetten en links, rechts, ja, toch? Ja. Nee, jezus, Mina. Ik kan ook niks zeggen. Als ik jezelf is gelijk... Nou ja, ik zal zeggen, mijn bovenbenen zijn goed getraind. Ja. Ja, en je bil ook. Mijn bil? Zag ik of... Oh, kijk jij daarnaar? FHM. Oh. Dat daarom had ik je gevraagd in de auto. Kijk dan. Oh, door die fotoshoot. Nee, maar dat had ik niet verwacht achter jou. Ik dacht vanwege de Olympische Spelen. Drie keer goud en weet ik het allemaal. Je schraatst iedereen eruit. Zat je ergens aan of zo? Ja. Nee, maar je was wel sterk, hè? Ja. Ja, echt bizar dat het dat seizoen er alles uitkwam. Ja, en, maar wat ik me nou afvroeg, ben je gestopt ook nu? Nee, volle bak in training. Want nu ben je gewoon in training? Ja, in de maand april hebben wij altijd een beetje rust. Ja. En dan in mei beginnen we al. En dan het hele jaar door weer? Het hele jaar door, 2 à 3 keer per dag. Ja. 2, 3 keer per dag trainen? Ja. Wordt dat wel goed betaald? Nee, hè? Afgelijken met voetballers? Nee, dat niet. Maar ik mag niet klagen hoor. Nee. En weet je, ik doe... iets wat ik het allerleukst vind. Ja, is daarom. Dus dat... Je maakt van je hobby je werk, ja, zeg maar. Ja. En die gouden plak heb je al verkocht? Ja, moest wel. Ja, voor dat huis toch? Wat weegt zo'n plak nou? Geen idee. Is het echt goud, maar, hè? Nee, het is helemaal geen goud. Is het niet echt goud? Nee. Huh? Ja, er zit een heel klein beetje echt goud in. Oh, en, plat gaan. Ik weet wel dat zilver was het zwaarst. Ja? Zilver kunnen winnen. Ja. Zeg, geef mij die zilveren plaats van die gouden. Nou, gelukkig niet. Nou ja, ik weet niet precies hoe zwaar Nee. Oh, dus ik dacht dat het echt goud was. Ja. Ik kreeg een keer, toen won ik in Italië won ik een beker. Een finale van de Supercup of zo. En toen kreeg ik een gouden medaille, een echte gouden. Oh, ik dacht jullie krijgen alleen gewoon één beker en gaat bij de club staan. Nee. Hebt dus ook gewoon echt een prijzenkast? Ja, ik heb niet zo heel veel gewonnen. Het meeste had mijn moeder en die had het bewaard allemaal. Maar ik zeg dus tegen mijn moeder, mam, waar is die gouden plak? Jij hebt hem ingeleverd, want je had geld nodig. Nee. Ik zeg, mam, waar is die gouden plak? Heeft dat pandjeshuis gevraagd. Kreeg ik 900 voor. Ik zeg, idioot, dat was veel meer waard. Dat was zo'n dikke, zware, gouden plak. Oh, hebben ze zo verkocht? Dat kan het niet. Die moeder van mij is ook gek, joh. Dat ze geld nodig heeft. Is dit Noorwegen? Ja, bijna. En Kjeld was ook nog op de trouwerij, hè? Ja. Wie was Kjeld dat meisje met die bloemetjesjurk? Die wou ook wel een keer water geven. Bloemetjesjurk. Ja, dat is een vriend, ja, een van mijn beste vriendinnen. Oh! Merel. Echt een... Ja, echt een leuk toepen, hè? Ja, ik zal het even terug. Nou, je gaat dit waarschijnlijk zien. Ja, dat Merel! Leuk man, dus, maar nu ben je nog steeds aan het trainen. Hoor. Ja. Oké, dus je bent echt een top. Ik heb net 2 uurtjes gefietst. Maar wielrennen doe je ook, hè? Wielrennen, skileren, krachttrainen, hardlopen. Ah,
haal je die tijd vandaan, hé? Ja, maar dat is als je prof bent. Ja, weet ik wel, maar... Dus maar, vandaag heb je ook weer twee keer getraind. Ja, twee keer getraind, ja. Dus heb je eerst 2 uur gefietst? Nou, eerst hardlopen, voor het ontbijt. Wat is op een lege maag? Op een lege maag, ja. En dan daarna 2 uurtjes fietsen. Oké. En, maar het is het enige, ik ben ook heel veel tijd kwijt aan reizen. Ja, onderweg, hè? Wij trainen altijd in Heerenveen. Met ja, Tialf. Ja, Tialf. En ik woon hier. Ja. Waarom? Dus, waarom ben je daar gaan wonen? Jij denkt waarschijnlijk, waarom woon je hier? Ja, ja. Nou, dat heb ik dus met de Heerenveen. Ja. Godsamme. Maar ik ben heel erg familiemens, dus ik wil gewoon heel graag bij mijn familie. Ah, dat is leuk. Ja. Wil je geen kinderen zo? Jawel. Ja, maar vind je me oud of zo? Nee, maar je moet toch wel een beetje in de gaten houden. Maar dat kan eigenlijk nooit, omdat je altijd moet presteren. Nou ja, dat is dus een beetje wel het lullige met vrouw zijn in de topsport. Ja. Want er zijn dus al best wel veel mannen die, die hebben kinderen. Want ja, bij die schaatsen en de vrouw kan... Kan niet. Ik kan dat sporten. Gewoon niet. Ja. Ja. Dat vind ik wel lastig hoor. Ja, want misschien zou je wel heel jong al kinderen willen van. Nou ja, ik wil wel, zeg ik nu, hè, dat kan straks veranderen. Ik zou wel een groot gezin willen hebben. Ja. Maar ja, dan kan ik niet op mijn 40ste gaan beginnen. Nee. Zo, maar dan gaat dus dit niet. Dat is toch zonde? Ja. Of ga je wel als je 40 bent al dan nog zoveel kinderen nemen? Ik weet het niet. Word je toch gek van ook? Nou ja, weet je... Dan ben jij straks 50, is je kind misschien 10? Ja, nou ja, je wil wel eigenlijk als jouw kinderen... Of als, dat jij zelf nog een beetje vitaal bent en dat je nog lekker met je kinderen mee kan doen. Ja, tuurlijk. Ja. Pak jij nog wel eens? Ja, ik doe boksen, hè. Oh ja. Ik heb vanochtend gebokst en zo. Dus ik moet wel een beetje bouwen. Ik heb nog wel een dikke pens, maar ik moet wel... Ik moet gewoon sporten van mezelf, dat zit er wel in. Want anders word ik echt zo, weet je wel. Dat wil ik niet. Omdat je lekker van het leven geniet. Ja, ik geniet. Ik geniet gewoon leuk weekend, dan ga ik wel een drankje doen. Ik hou van even lekker uit eten en zo. Ja, ja. En mijn vrouw ook, die zit de hele dag op de bank ook te vreten. Dus, ja, dat is gewoon zo. Maar die sport helemaal niet, hè. Die houdt niet van zweten. Hè? En dan s'avonds dan? Ja, eet ze gewoon. Maar ze kan heel goed afvallen. Ze kan heel goed, als zij de knop omzet. Dus ze zo 2 weken boom, is ze zo ja? Ja. Zij dus wel even discipline. Ja, van, discipline heeft ze wel. Dus, maar qua wel even terug op dat zweten. Jij laat haar dus ook nooit zweten. Snap je nou waarom ik altijd vreemd ga? Nee. Jawel, ik laat haar wel eens zweten, maar dan niet te vaak. Dan moet je wel spannend houden en zo. Maar, nee, maar ik ga wel eens met haar sporten of zo. Of tenminste, dat deden we toen. Ja, rustig aan, ik wil niet zweten. Ik zeg, maar je kan in die sport als je niet zweet. Dat gaat niet. Nee. Dat is nog apart. Ja. Hey, wie was dat meisje trouwens net die daarbij was? Dat is het, hè? Is dat jouw zus? Nee, dat is, zij zit ook weer bij het management. Oh, is management, ja? Ja. Ja. Oh ja, en zit jij lang bij hem? Ik denk nu bij, 2 jaar. 2 jaar, ja. Oh, dat valt goed? Ja. Ja, heel fijn. Ja, moet ik nu zeggen. Ja. Komt uit de buurt ook voor jullie. Ja. Oh, leuk. En dat is wel vooral... Makkelijk. Heel makkelijk. Ja. Weet je, hij snapt een beetje hoe ik leef en de omgeving. En dat is wel gewoon heel fijn. En dichtbij, dus als er wat is, rijd ik zo naar zijn kantoor. Ja, dat is wel makkelijk. Zit daar de hoek? Dat kantoor? Alles in één. Ja. Nee, ik wou zeggen, jij bent er wel langs gereden. Oké, niet bij dat huis dus. Nee, niet bij dit huis. Oké, en je bent gesponsord door Toyota? Ja. Ja, hè? Ja. Rij je er nog in of wil je iets anders? Ik kan me voor je regelen. Nee, Toyota is echt fijn. Ja, tof auto. Het staat in de schuur van jullie, niet? Nee, je zag hem net toch voor het huis. Ja, ik zag het. Mooie auto, heb je een lang contract? Ik heb nu nog een jaar contract, ja. Oké, en wat wil je doen naar jouw schaatscarrière? Kinderen maken. Nou, ik weet niet. Ik wil niet thuis zitten. Nee. Want dan word ik gewoon gek. Ik wil iets doen wat uitdagend is. Waar ik een bepaald doel heb en dat ik dat moet bereiken. Mm-hmm. Ik zou niet en ook niet elke dag hetzelfde werk kunnen. Nee. Maar, beetje variatie, toch? Ja. Jij bent wel van de variatie. Ja. Vraag maar aan Dirk Jan. Dirk Jan.
Nee. Nee, maar ik denk, jij bent altijd weg en zo met de reizen. Dus ja. Het lijkt me ook niet dat je dan in één keer thuis gaat zitten. En denk van, nou ja, Nee. En ik kom ook echt uit een ondernemersgezin. Ja, en, ja tuurlijk. Tulpenbollen. Tulpenbollen, ja. Ja, toch? Maar ik kan niet stilzitten. Hetzelfde met... Nou, de bruiloft was nog maar één dag voorbij en ik zat allemaal dingen aan het plannen voor ons huis, yeah. Voor de woning. En toen zei mijn man ook van, je gaat ook maar door, je kan ook niet echt stilzitten. Het zag er wel mooi uit, die trouwen. Heb jij dat allemaal zelf gedaan? Allemaal zelf gedaan. Nee, niet. Ja. Oh, gezeur, hè? Ja, het was wel, ik heb wel even een paar keer gedacht van, wat heb ik mezelf aangedaan? Ja. Yeah. Normaal gesproken doe je een wedding planner als je het een beetje groot doet. En ik dacht van, kan ik zelf wel regelen. Maar met sommige dingen was het wel... Natuurlijk verloopt met de organisatie niet direct alles goed. Nee. Dus dan heb je een beetje stress. Ja. Maar stress is natuurlijk ook wel soms fijn. Als het uiteindelijk wel is gelukt, uiteindelijk verliep alles goed. Dan overwinning voor jezelf is dat dan. Ja, zeker. En je vader? Die zag ik ook een paar keer in de uitzending, toch? Waar was dat? Ja, klopt. Hij houdt daar helemaal niet van. Nee. Maar ik denk dat hij dan een beetje doet voor mij of zo. Maar je moeder was wel... ik heb dat gezien ook, dat stukje, dat je bij je moeder in bed lag en zo. Ja. Dat is wel, het moet heel zwaar zijn voor jullie, hè? Voor ja, jou ook, is, maar ook voor je vader. Ja, vooral voor mijn vader. Want die is, zeg maar... wij hebben nog een heel leven voor ons. Ja. En mijn vader, die heeft echt zijn hele leven knijterhard gewerkt om... En dan gedacht, ik kan straks lekker met mijn pensioen met mijn vrouwtje genieten. En dan gebeurt dit. Nee, maar voor jou ook toch? Want, want zij ging altijd met je mee, ze bracht je over naartoe. En dat ze in één keer dan niet meer weet wie je wat jij doet en zo. Ja, weet je bent je maatje kwijt. Ja. Maar ik kan gelukkig mijn verhaal bijvoorbeeld aan Dirk Jan kwijt. Maar mijn vader kan dat niet. En die gaat ook niet natuurlijk. Die gaat niet, het is een stoere man. Die gaat niet zijn verhalen kwijt bij zijn kinderen. Dus dat is wel... Eigenlijk voor hem ook moeilijk, want hij heeft geen uitweg. Maar hij kan misschien met niemand praten. Nee, En soms is het beter van wel. Ja. Om dat wel te doen. Tuurlijk, je moet je emoties kwijt. Anders blijf je ermee mee zitten. Ja. Hey, mag jij al iets drinken? Jij wordt altijd gebeld. Altijd, maar mijn telefoon gaat ook de hele dag. Ik word er scheidsziek van. Die van jou ook? Ik heb hem soms gewoon niet bij me. Oh, dat beter. Gewoon echt lekker rustig. Oh man, man. Die van mij. Heb je het warm? Nou, ik zit prima. Oh, dan doe ik de stoelverwarming aan. Airco aan de stoelen heb ik ook hoor. Airco bij de stoelen? Ja. Die uit. Wacht even hoor. Kijk, is die blauw? Misschien voel je hem zo. Ja, dat voel ik wel. Ik zweet altijd mijn rug en zo. Is vies, man. Oh, ik heb dit nog nooit gezien, joh. Niet? Heeft die altijd niet, nee. Dit is ook dom dat ik dit zie. Het is een inkoppertje. Voel je wel op je gemak met mij? Ja. Oh, gelukkig. Ik denk van, ik hoor manager zijn. Ja, vrouwen willen alles plannen. Oh, nee. Ja, maar weet je wat het is? Ik heb dus fragmenten gezien dat jij met die voetballers zit. Ja. Daar heb je wel eens gekeken. Ja, nou, ik krijg meer... Nee, dat krijg ik volgens mij. Waar zit ik dan op? Op Instagram. Dat ik dan die fragmenten zie. Oh, ja, klopt. Dan denk ik, ik ben eigenlijk gewoon een saaie schaatser. Als voetballer maak je veel meer mee. Maar volgens mij maken jullie ook wel wat mee, hoor, daar onderling. Ja, maar ik ben best wel saai. Nee, maar jij bent gewoon een nette vrouw. Jij bent gewoon netjes. Jij hebt ook met mensen voor ik, zeg maar. Ja. Nee, maar dat gebeurt toch ook wel, laten we eerlijk zijn. Nou ja, ben je natuurlijk in het schaatsen, maar dat heb je natuurlijk overal. In het bedrijfsleven of andere sporten heb je dat ook. Ja, dus, maar kijk, bij je schaatsen is het wat makkelijker, denk ik. Want die zitten gewoon een paar weken in een hotel en ook nog samen. En vrouwen en mannen. Ja, samen. Dus als je denkt van nou, we gaan even een cooling down doen. Ja, zo is het toch. Die kjelt ook, man. Kjelt zat toch bij die andere? Hoe heet ze nou? Op de kamer laatst. Bij Kjelt? Kjelt? Die vrouw, ook die schaats. Hij heeft een relatie met Joy. Ja, dat weet ik. Dus ja, daar zit hij bij, op de kamer. Oh, hun hebben een relatie ook. Zijn gewoon. De relatie, Oké, dat is helemaal top. Dan gaan ze met z'n tweeën lekker sporten en daarna even lekker douchen. Nou ja, ja. Oh, maar dat is. Maar zeg maar ook. Niet-relaties zijn toch bij elkaar op de kamer?
zeg maar, die gewoon al, ook een relatie hebben, maar niet met elkaar. Ja, dat gebeurt vast wel. Dat is toch apart? Dat is toch raar? Je ziet het. Ja, ja, maar weet je, waarschijnlijk denken ze van, ik ben zo lang van huis weg en het jeukt. Dat zou zijn, een beetje ontspanning. Ja. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Wel raar. Hey, maar als je nou gaat schaatsen, hè? Ja. Onder dat pak, hè? Heb je daar nog iets onderaan of zo? Ja, maar niet iedereen. Nee, nee. Niet iedereen, Ik heb wel gewoon en sport BH en ondergoed heb ik aan. Maar niet, ik heb wel eens ook beelden gezien dat sommigen helemaal niks. Ja, maar het voelt toch ook raar, denk ik. Als ik moet dat, weet je, zo'n pak zit heel krap. Ja, helemaal strak. En je wordt helemaal in je houding getrokken. Waarom ben je naar voren ook? Ja, naar voren. Dus als jij rechtop gaat, nou, dan zit hier zo'n naad. Ja, dan zit hij er. Ja. Okay. Dus ik moet er niet aan denken dat ik geen ondergoed daar onderaan heb. Nee, dat vroeg ik me af. Dat zit toch ook niet lekker als je er niks onderaan hebt? Dat als het helemaal strak zit, dat het misschien gaat schuren En het zweet, want het is rubber. Ja, je zweet erg, hè? Ja. En drink je wel eens een beetje alcohol? Nou, je hebt een goede timing te pakken. We hadden afgelopen weekend kermis in het dorp. Oh ja, dat vind jij zo leuk, ja. Dat heb ik ook gehoord. Ja, kermis. Ja. Iedereen bij elkaar. Ja, echt gewoon het zijn niet echt de attracties, maar gewoon een heel groot dorpsfeest. En nou, iedereen ging na 2 jaar corona ging helemaal los. Ja. Alleen bij mij is het nog, ik moet dan 's ochtends 3 trainingen doen. En dan ga je naar de kermis. En dan ga ik naar de kermis. Maar ik hou dat gewoon niet lang vol. En dan om 1 uur dan ben ik na 3 drankjes kapot. Meen je niet? En waarbij mijn broers tot 4 uur 's nachts er ergens tosti's zitten te eten. Dus jouw lichaam is ook niet gewend aan alcohol, zeg maar, omdat je het nooit doet? Nee, ja, daarmee moet ik dan misschien ook mijn leven trainen. Dat wilde ik weten. Nu weet ik het weer. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, kermis. Ook de kermis, ja? Ja. Leuk. Ja, dan zag ik hem daar lopen. Toen dacht ik, hé, lekker ding. Maar komt hij ook de buurt van jou? Ja, hij komt een dorp hiernaast. En ik kom ook een dorp hiernaast. Okay. En we wonen eigenlijk dus nu in het midden. Oké, ja. Hij aan die kant en jij zat er. En nu zijn we samengekomen, zeg maar. Oké, dus op de kermis en toen eerste contact? Nou, hij had een vriendin, dus ik dacht, kan helaas niet. Nee. En toen was dat uit. En ik had wel iedereen... Nee. Heel veel zeiden al wel, Irene, jij zou heel goed bij hem passen. Ja, en andersom ook. Maar ja, weet je, hij had een vriendin. En dat ging uit. En toen kreeg ik echt direct allemaal berichtjes. Irene, hij is vrijgezel, ga ervoor. En ik dacht, ik ga niet achter hem aan. Nee, hij gaat maar achter mij aan. Natuurlijk. Nou, toen kreeg ik midden in de nacht een keer een berichtje op Facebook. En toen dacht ik, ja, hij is dronken. Maar hij was helemaal niet dronken. Oh. Hij vroeg of we een keer konden afspreken. Weet je? Nou, en toen was het eigenlijk direct... En na de eerste keer gelijk die klik? Ja. Wat leuk. Ja. Leuk, hè? Ja. Eigenlijk gewoon een gevoel wat ik nog nooit had gevoeld. En toen dacht ik wel... Ga je alles vuil maken met mijn auto? Ja. Ik zet je aan het werk. Laat staan, man. Wacht, ik heb hem al. Zet hier, leg hem neer. Oh. Leg een flesje neer, man. Moet niet aan. Ja. Even klaarmaken. Nee, hoor. Natuurlijk niet. Heel veel mensen denken dat, hè. Heb ik gewoon water, heb ik cola. Ja, ik word gesponsord. Ja, dan hoor je daar wel. Hij wordt gesponsord door Mentos en Coca-Cola en Spa. Dat is echt niet zo, hè. Nu wel. Vanaf morgen, vanaf de volgende wel. Ja, slim. Je moet slim zijn. Ja. Echt. Dus ja, je dacht hij is dronken, maar hij was helemaal niet dronken. Nee, ik in midden in de nacht een bericht. Verkeer wilde afspreken, toen dacht ik, waarom stuur je midden in? Je bent zeker dronken. Ja. En ook vanuit... Via Messenger of zo. Ja. Dus ik had mijn zus al en vriendin een bericht gestuurd van, ja, hij vraagt me op date, maar... volgens mij is hij dronken, want zij stuurde het midden in de nacht. Maar we hadden al gemeenschappelijke vrienden. Ja. Toen hoorde ik al dat het niet zo is en dat hij al heel graag, dat hij al wel een oogje op me had. Mm. Dus toen gingen we op date. Ah, leuk. Ja. En toen was het gelijk raak, hè? Ja. Tenminste, qua liefde. Ja. Mooi toch? Ja, wat mooi. Maar jullie zijn 2 jaar bij elkaar nu? 5 jaar. Of 5 jaar alweer? Ja. En net 19 juli getrouwd, toch? Getrouwd, ja. We zijn alle twee 21 juni jarig. Weet je niet? Ja. 21 juni? Ja. En wat ben je dan voor een... Dat
qua... Weegschaal of vissen? Ja, de ene keer, de ene... het ene boekje zegt dat je een tweeling bent en de ander zegt dat je een kreef bent. Dus ik weet het niet. Geloof je daarin in dat soort shit? Nee. Jij wel? Nee, ik wel. Ja? Ik ben een weegschaal, maar ik ben echt een weegschaal. Dus voor mij is het echt... Ja, maar elk boekje zegt toch wat anders? Oh, dat weet ik niet. Ik heb maar één boekje gelezen en daar hou ik me aan. Ja, ik ga niet eigenlijk goed gaan om boekjes te lezen. Nee, maar ik ben wel, tenminste, ja, een weegschaal. Kijk, bij mij is het altijd, ik ben altijd, ik wil nooit ruzie en geen problemen. Dus ik zoek altijd het midden. Maar als het dan echt een keer verkeerd gaat bij mij, dan is het echt... Dan staat het ook zo. Oh, okay. En zo, weet je wel? Dan is in het, één keer. Ja, in één keer is het dan over. Ja. Dan is het klaar ook en dan, dan ben ik echt aan. Wij lijken wel heel erg op elkaar. Wij? Nee. Oh. Zit hij in de auto te wachten? Ja. Oh, gezellig man. Ik keek uit het raam. Toen dacht ik eerst, hey, jij bent er al. Maar dat was zijn auto. Nee. Was zijn auto. Nou, gezellig. Ja. Irene, bedankt. Nou, leuk. Ik hoorde dat ik nog een zoen van jou kreeg. Zoen? Mag dat wel van je man? Dank je. Dat was leuk. Yes jongens, was Irene. Superleuke meid. En natuurlijk kampioen. Olympisch kampioen. Dit shirt kan je winnen. Dit jasje. Gesigneerd door Irene. Wat moet je doen? Abonneer even op mijn kanaal. Volg Irene Schouten even op Instagram en dan maak je kans op dit shirt. Dankjewel voor het kijken en later. Hoi!